Hallo allemaal, mijn naam is Erik de Vroet. Ik ben artistiek leider van het Nationale Theater hier in Den Haag. Nationale Theater. En ik wil even met u praten over deze voorstelling. De Harry Apes Show, die in het voorjaar van 2019 ook bij u langs gaat komen. En u heeft deze bladzijde vast gezien of in uw eigen brochure op een vergelijkbare manier. En u kunt deze bladzijde er uitscheuren. Namelijk, deze voorstelling gaat namelijk helemaal veranderen. In plaats van The Harry Ape Show van Eugene O'Neill komt er een ander stuk, namelijk De Wereld Volgens John. Nog steeds wel gebaseerd ergens en geïnspireerd op het stuk van O'Neill, maar nu geschreven door mijzelf en Jurie Vos. De Wereld Volgens John is een spin-off van The Nation, zoals dus bij de Breaking Bad, die geweldige serie van Netflix, ook een spin-off kwam, Better Call Saul. Een serie die je dus helemaal los van de oorspronkelijke serie waar het vandaan kwam, helemaal los kon zien. Zo ook kan je dus De Wereld Volgens John helemaal zonder enige voorkennis van The Nation kun je die zien. In deel 2 van The Nation kwam er een figuur voor, John Lanschot, in de talkshow van Kuipers. Bestuur en politiek zijn in deze stad incestueus. Nou, ik kan je verzekeren dat ik privé en zaken uitstekend heb. Dat we elkaar kunnen uitpraten, meneer Lanschot. Het Nieuw Nederlands Front zal niet rusten tot deze enge elite-kliek vernietigd is. En, ras-echte Hagenees, een populist ook, een man vol onvrede en woede op de wereld, maar die vervolgens in de rest van de voorstelling helemaal verdwenen, niet meer terugkwam. Deze man verdient een eigen show. De Wereld Volgens John gaat dus over John Lanschot. John Lanschot die het verhaal vertelt van zijn collega Jan K. Een man die net als hij werkte bij een low-cost carrier, een soort EasyJet, op Schiphol. Maar die op een tragische manier op het leven is gekomen. Namelijk op een dag is hij gevonden in het apenhok in Blijdorp. En dit grote mysterie moet worden opgelost door John Lanschot, die dus in De Wereld Volgens John dat verhaal gaat vertellen. Het wordt eerder een spoken words stuk, eerder rap en stand-up comedy dan echt een toneelstukje. Dus maak u borst maar nat voor een overweldigende show die in het voorjaar bij u langskomt. Alle kaarten die u al heeft gekocht voor de Harry Ape Show, die worden gewoon overgezet naar De Wereld Volgens John. Dus neem veel mensen mee. Ik hoop u graag te zien in het voorjaar bij De Wereld Volgens John van het Nationale Theater.